Is ecologisch tuinieren een passie voor u? Surf dan snel naar ecostyle.be. Als er één bloem is die tot de verbeelding spreekt, dan is het de roos wel. Maar al die mooie kleuren en die heerlijke geuren, die krijg je niet zomaar. Vandaag toon ik je wat er op het programma staat in het begin van de lente als je rozen wil kweken. De ideale grond voor rozen is leem- of zandleemgrond. Maar je kan die grond aanpassen zodat je rozen er optimaal kunnen in gedijen. Een bodemverbeteraar met kokosvezels inwerken kan al voldoende zijn. De kokosvezels zullen in deze zanderige grond het vocht een stuk beter vasthouden. In zwaardere kleibodems zorgen ze dan weer voor extra luchtigheid en een betere bewerkbaarheid. De zuurtegraad van de bodem die heb ik op peil gebracht door in het najaar kalk te strooien. De bodem is nu in orde. Het enige wat ik nog moet doen is meststof toedienen. Organische meststof is één ding. De toegevoegde mycorrhizaeschimmels zullen het wortelvolume gevoelig verhogen en de wortels helpen om voedingsstoffen uit de meststof op te nemen. Maar ook basaltmeel rond de plant is nuttig. Dat bevat namelijk silicium, wat goed is voor een stevig blad.